Ik zie veel mensen de laatste tijd vragen van, ga je FIFA 19 kopen, ga jij FIFA 19 kopen? En veel mensen zeggen toch de laatste van, ik weet het niet zeker, want FIFA 18 viel ik best wel tegen. En ik wil een video maken waar eigenlijk alle dingen besproken worden, waarom FIFA 19 weer eigenlijk beter en leuker zou moeten worden dan FIFA 18. En waarom je FIFA 19 zou moeten kopen. Daarnaast wil ik ook nog even uitleggen welke editie je het beste kan kopen, met hoeveel en wanneer je FIFA speelt. Lijkt me ook wel leuk om te doen en daarom... Moet kunnen weten wat snel beginnen met de video, want laat het gewoon doen. Doe vooral een belangrijke video, mogen abonneren op Twitter als je het niet gedaan hebt en laten we maar wat snel beginnen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe functies en verbeteringen aan FIFA 19 Ultimate Team. En voor iedere speler verschilt het natuurlijk wie wat de leukste nieuwe functie is, vindt en waarom je de game zou kopen. Om het even uit te leggen, bijvoorbeeld als jij heel veel van Ultimate Team houdt, ja, dan zou je het leuk vinden. Want er zijn wel nieuwe functies en nieuwe game modes toegevoegd. Als je gewoon heel veel gewoon aftrap speelt tegen vrienden, dan zou je het ook leuk vinden. Want een nieuwe kick-off mode is er. Speel je vooral profclubs of carrière mode, ja, dan zal het nu toe toch wel misschien jouw mening uitgaan om FIFA 19 niet te kopen. En daarom wil ik toch beter uitleggen waarom je het wel zou moeten kopen als je meer houdt van... Ja, Ultimate Team en zo. Kijk, vooral bij Ultimate Team denk ik dat FIFA 19 natuurlijk vooral waar de focus op zal liggen. En Ultimate Team is verbeterd, dat weten we zeker. Want natuurlijk, de nieuwe FUT Divisions zijn eigenlijk gekomen in, als vervanger van de Daily Knockout Tournaments. En als vervanger van de seizoenen. Seizoenen was gewoon pure poep de afgelopen tijd. Je kon er niet veel mee, je kreeg er niks voor, kreeg bijna geen coins. In de FUT League Divisions krijg je packs voor, krijg je coins voor. Is leuker om te doen en daarmee kwalificeer je ook voor de Wiga League. Je speelt door de weekse potjes en je hebt eigenlijk iedere dag van de week wel iets te doen op Ultimate Team. Wat nu eigenlijk een beetje een probleem was. Daarmee ben je toch constant op FIFA aan het spelen en is het een reden om FIFA 19 te kopen. Daarnaast blijven squad battles, blijven footdrafts, blijven gewoon de Wiga League, blijven allemaal in Ultimate Team. Dus minder kan het gewoon niet worden. Persoonlijk vond ik de Daily Knockout Tournament niet eens leuk en... Ja, het was gewoon een soort van gouden cup, toch? In principe, daar zal denk ik wel op verzonnen worden. Tot er nog altijd die speciale rewards komen. Dit jaar hadden we natuurlijk vaker dat als je Daily Knockout Tournament won. Dat je dan bijvoorbeeld een Team of the Season kreeg tijdens de Team of the Season. Of een andere speciale kaart. Ik denk dat via FUT League Divisions dat ook zal komen. Dat als je in de hoogste klasse eindigt. Dat je dan een bepaalde speler of een bepaalde kaart zou kunnen krijgen. En dat is dus ook iets vets. Een nieuwe optie is namelijk dat je kan kiezen wat je wilt. En dat is ook iets wat het toch wel leuker maakt. Je krijgt niet altijd hetzelfde standaard reward dat eigenlijk helemaal niet handig was voor jouw team. Als je coins nodig hebt, dan kan je bijvoorbeeld kiezen uit coins. En als je packs nodig wil hebben, want je wil maar spelers, je wil maar consumables, dan kan je daarvoor kiezen. En ook dat is toch wel een leuke optie wat leuker maakt om FIFA te spelen. En ook bij squad battles is dit het geval. Je kan nu namelijk kiezen tussen een aantal verschillende spelers. En ook dit maakt het dus wel leuker. Nou ja, veel meer nieuwe dingen bij Ultimate Team zijn er niet. En misschien een mooi bruggetje om daarmee te maken is wel natuurlijk de Champions League. Die is bij Ultimate Team toegevoegd met een aantal Champions League kaarten. Daarmee zullen we nog wel veel te zien gaan krijgen op FIFA 19. Dat zal echt heel vet worden, denk ik. Maar op carrière mode is dat toch wel de grootste nieuwe toevoeging. Champions League en Europa League worden toegevoegd aan de FIFA 19 carrière mode. Champions League lotingen, Europa League lotingen, de echte interface, Champions League liedje, de Champions League intro. Dat zijn toch wel de leuke dingen en de meer grotere dingen van FIFA 19 carrière mode. Ja, moet je hier zo blij mee zijn? Het heeft niet heel veel te doen met toch wel heel veel functies die heel veel mensen graag hadden gezien en heel veel mensen graag hadden gewild. Maar nog altijd, het zit erin, de Champions League, het is leuk en we zullen zien of dat heel veel invloed zal hebben. Kijk, verder is wel al bekend dat op FIFA 19 dus bijvoorbeeld ook als je een goed seizoen speelt, dat je dan een bericht krijgt van je bestuur van yo, goed gedaan dit seizoen, we verhogen je transferbudget. En dat is ook iets wat heel veel mensen graag wilden. Als je namelijk van de English Football League 2 naar de Premier League probeerde te spelen, dan kwam je in de Premier League aan met een transferbudget van 30 of 40 miljoen euro. Ja, dat is veel te weinig, want een club als Fulham, als Wolverhampton, die begonnen met 100 miljoen euro en die gaven super veel uit. Dus het zal veel realistischer zijn, want het is ook gaat gebeuren dat, dat je veel meer geld krijgt. Nou ja, kijk, het volgende puntje is dan toch nog een beetje discutabel, want ik heb nog niet gespeeld. Maar het lijkt er toch op dat de gameplay anders is. Of die beter is, ga ik niet zeggen, want dat
ik heb er niet gespeeld. Maar toch de nieuwe gameplay functies, toch wel dat je veel meer tactisch dingen kan veranderen. Park de bus weggehaald. Je hebt echt veel meer tactische instellingen. Dat maakt de gameplay waarschijnlijk toch wel beter. En ik durf ook dan te zeggen dat de gameplay verbeterd zal zijn. Nogmaals, ik heb het niet zelf gespeeld. En dit is dus geen subjectief oordeel. Maar puur op de video's en alles wat hij heeft uitgebracht. Kan ik dit misschien toch een klein beetje zeggen? Nou, persoonlijk, dit klinkt heel dom. Maar ik ben altijd een groot fan van de interface en van de car designs. En ik vind gewoon dat FIFA 19 weer enorm ziek eruit ziet. Een aantal designs zijn wat minder natuurlijk. De pack animatie design is echt gewoon slecht, vinden heel veel mensen. Maar goed, je gaat niet een spel kopen om alleen die pack animatie. Er zijn heel veel hele mooie dingen. Heel veel car designs vind ik heel mooi. Dat vind ik van die Champions League vind ik echt geweldig uitzien. The Ones to Watches. En de gewone gouden kaarten zijn ook iets minder dit jaar. Maar nog altijd de interface zelf. Het ziet er prachtig uit. De spelers zelf. Heel veel nieuwe gamefaces. Ziet er heel mooi uit. En ook daarvan staan een aantal dingen trouwens op mijn Instagram. Trinity FIFA. Ik kan helaas die beelden van de beta niet in deze video laten zien. Dan zou ik problemen krijgen met EA. Want het is een closed beta waarvan eigenlijk niks gedeeld mag worden. Maar nog altijd. Er is heel veel van gedeeld. En dat staat wel op Instagram dus. Link in de beschrijving. Nou ja, en tenslotte. Ik bedoel, als je een beetje een voetbalfan bent. En je gamet een beetje. Dan moet je een voetbalspel hebben, neem ik aan. En als je FIFA 18 nog een jaar blijft spelen, dat is niet leuk. Want de careermodus is verouderd. De Ultimate Team, daar kom ik een nieuwe kaartjes meer op. Wat speel je dan? Profclubs? Terwijl de rest allemaal FIFA 19 heeft? Nee. En een ander voetbalspel, dan kom je uit bij Pro Evolution Soccer 2019. Ja, en ik denk toch wel, kijk, qua gameplay kan ik niet zeggen of PES of FIFA welke beter is. Maar qua de stijl en hoe alles uitziet en alles eromheen, kunnen we toch wel gewoon zeggen dat FIFA veel beter is dan PES. En dat komt gewoon vooral door de licenties. PES bevat heel veel logo's nu niet eens is. Dus ja, ik bedoel jongens, FIFA is gewoon beter dan PES. Die discussie ga ik niet eens voeren in deze video. En nu komen we aan bij het andere deel van de video. En ik denk dat er toch wel een aantal prima redenen zijn waarom je FIFA moet kopen. En ja, waarom zou je het niet kopen? Misschien moet ik daar ook een video over maken waarom je FIFA niet zou moeten kopen. Maar ik wil even een paar meningen geven over welke editie jij zou kopen. Een soort van advies geven hoe jij FIFA speelt, zeg maar. Op de manier hoeveel jij speelt en waarom je dan welke editie zou moeten kopen. Nou, om te beginnen gewoon de standaard edition. Het lijkt me vrij logisch dat als jij niet Ultimate Team speelt en vooral echt carrière mode speelt, dat je dan deze editie sowieso kan kopen. Als je niet veel geld aan FIFA wil uitgeven, koop je deze editie. En voor de rest, ja, weet je, ik zou toch wel een paar tientjes meer betalen als jij veel Ultimate Team speelt. Maar goed, weet je dan van jezelf dat je niet heel veel Ultimate Team speelt, dat je gewoon niet heel veel tijd hebt, ga dan voor de goedkoopste editie, want dan is het gewoon zonde om meer geld uit te geven. Dat lijkt mij vrij logisch en ik denk dat iedereen dat zelf ook wel denkt. Dan heb je nog twee andere edities, namelijk de Ultimate en de Champions editie. En daarmee kan je toch wel een beetje een afweging maken van welke je zou moeten kopen. Het is gewoon zonde als je weer veel meer geld zal betalen om een paar edities meer. Of een paar packs meer, om het zo maar te zeggen. Kijk, wat ook veel mensen doen trouwens, die wel veel FIFA spelen. Sommige mensen kopen gewoon de standaard editie, maar kopen daarbij dan nog een aantal FIFA punten. En die hopen met FIFA punten meer geluk te hebben, meer packs te kunnen openen en meteen een boost te krijgen op het begin. Ook dit is een optie, want ik geloof dat de standaard editie 60, 70 euro kost. En de duurste editie geloof ik, met korting dan tussen geloof ik 90 euro en voor sommige mensen 100. Laten we zeggen 40 euro verschil. 40 euro FIFA punten zijn 4600 punten. Daarmee allemaal 7,5k packs openen. Op het begin van FIFA, daar heb je waarschijnlijk misschien nog wel meer aan dan al die packs over al die weken die je krijgt. Nou, van de Champions Edition wel en van de Ultimate Edition niet. Dus wil je een boost hadden op het begin, dan zou ik misschien toch de standaard editie kopen. Moet je wel 3 dagen langer wachten, wat ook weer tegenwerkt op die boost start. Dus uiteindelijk zou ik toch niet gaan voor de standaard editie als je veel FUT speelt. De Champions editie, wat is het verschil? Nou ja, je krijgt 3 dagen eerder toegang. Je krijgt 15 packs meer. Je krijgt iedere week 1 15k pack. En daarnaast krijg je nog een Champions League speler tussen de 1 en tussen de 80 en 83. En je krijgt extra een Neymar leenkaart. Dat is alles eigenlijk wat er anders aan is. Deze kost dan geloof ik 80 euro als ik het goed heb. Nou ja, weet je, speel je veel Ultimate Team, wil je niet heel veel geld uitgeven, wil je iets minder geld uitgeven dan de Ultimate Editie, zou ik deze kopen. Maar speel je echt veel FUT, dan zou ik deze gewoon skippen en dan zou ik toch dat tientje meer betalen voor die Champions Editie, waar ik nu meteen op uitkom. Namelijk, het verschil, namelijk die 2
packs. Dat is best wel veel. Je krijgt 30k aan packs per week voor 20 weken lang. Vooral op het begin hebben deze packs heel veel zin. Meestal zitten er heel veel consumables in die je goed kan gebruiken. Soms ook gewoon, ja, bolle spelers. Ik weet niet precies hoe dat op FIFA 19 zit. En daar heb je echt veel aan. Dus ik ga sowieso voor deze natuurlijk. Ik speel ook veel Ultimate Team. Voor video's vooral ook. Spelen ook veel Ultimate Team. Zou ik deze ook halen? Wil je niet veel geld uitgeven? Ga je misschien toch voor de goedkope editie. En natuurlijk 3 dagen eerder toegang, wat ook belangrijk is voor, ja, mij in principe met video's maken en zo. Maar als je eerder wil spelen, is dat belangrijk. Ik denk dat ik hiermee wel een beetje duidelijkheid heb gegeven wanneer ik welke editie zou kopen. Ik zou gewoon gaan voor de Ultimate Editie. Maar ja, speel ik in FUT, dan ga ik wel lekker voor de Standaard Editie. Lijkt mij vrij logisch. Veel mensen die dat nog vroegen, en dus wil ik dat ook even uitleggen. En ik hoop dat jij gewoon lekker FIFA 19 koopt. En dat we gewoon lekker samen FIFA 19 kunnen spelen. En die transfermarkt en de FUT-markt gewoon lekker hyped kunnen houden. En ik heb er heel veel zin in. FIFA is heel dichtbij, nog maar een maandje. En dan kunnen we eindelijk beginnen met spelen. Hopelijk heb jij er zin in. Ik heb er zin in. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gaan. Geabonneerd op Twinity en op mijn tweede kanaal. En hopelijk zie ik je dan bij een volgende video weer terug. Later.